Iedereen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Zoals jullie aan de titel zien, ga ik vandaag de Best Friend Challenge doen. En ja, die kan ik natuurlijk niet in mijn eentje doen. Dus vandaag ben ik hier samen met... Mag ik nu een beeld? Ja. Hey! Hi! Misschien hadden veel van jullie al verwacht dat Roy nu in beeld zou komen, want ja, hoe kan het ook anders, hè? Ik ben altijd het slachtoffer. Vandaag gaan we dus de Best Friend Challenge doen en ik ga 7 vragen bedenken en dan moet Roy het goede antwoord geven. En Roy gaat dat ook doen en dan moet ik het goede antwoord geven. En wie op het eind het meeste punten heeft, is de beste vriend. De beste die het meeste weet van de andere. Ja, nou, simpel is dat. Dus laten we maar gewoon gelijk beginnen. Ja, zal het nog maar eens even heel goed. Ja, dat gaan we dus doen. Here we go. Wat drink ik het liefst? Cola vanille. Fout. Oh, Red Bull. Te laat. Ja, te laat. Oh. Waar wil ik het liefst laten wonen? Los Angeles. Ja. Die was niet zo moeilijk. Waar was ik mijn haar altijd mee? Met Marokkanenolie. Hoe heet dit ook al? Het echt, zeg maar. Moroccan oil. Goed zo. Yeah. Ik wilde eerst natuurlijk puur zeggen. Oh. Ja, dat had gekund. Ja. Wat is mijn favoriete kleur? Ja, dan vraag ik wat. Rood. Wat voor, wat, rood? Bordeaux. Ja. Ja, het is dat ik dat nu zeg hoor, anders had je het niet gezegd. Nee, dat is waar, dat is waar. Wat is mijn all-time favoriete game? Call of Duty. En welke? Black Ops 2. Ja, okay, ja, ik keur hem wel goed. Het is, zijn eigenlijk 2 en W3 en Black Ops 2. Ja, maar dat is allemaal ja, Call of Duty. Ja, oké, Wat is op dit moment mijn favoriete liedje? Ja, dat vraag ik wel. Ja, oh, ja. Ja, Wat dan? Katy Perry, Legend Love of zoiets. Nee, die heb ik vandaag pas gehoord. Oh. Mijn favoriete liedje hoor. Welke dan? The More We Share van Shivertjes. Oh nee, dat wist ik echt niet. Nee. Nee. Ja, dan heb je het alweer, hè? Wat is mijn meest favoriete dier? Een koala. Hoe weet je? Nou, omdat er hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, oh, 17, 18, 18 koala-beelden staan in haar vensterbank. Oké, die was niet zo moeilijk. Welke YouTuber kijk ik het liefst? Ja, hier wordt heel veel gevraagd. Oh, ja, jij kijkt heel veel van die vlogs. Ja, dat is waar. Ik denk... Fun for Louis. Fun for Louis? Ja. Niet echt de aller favorietste, zeg maar. Joey Kasseffe. Nee. Ja, dat weet ik niet. PewDiePie. Oh, ja, dat kon ik wel weten. Ja. Ik kijk altijd YouTube daarom. Ja. Wie is mijn favoriete karakter van heel Harry Potter? Oh god. Oh. Dit is het denk iets hoor. Hoe heet ze nou? Anderling. Nee. Nee? Nee. Hermione dan? Nee. Nou, dan heb ik het toch al mis, want je mag maar één keer raden. Draco Malfoy. Waarom hem? Omdat hij een bitch is en dat is grappig. Hij hangt hier geen eens. Nee, hij hangt niet aan mijn muur. Ik heb er geen poster van. Hermione hangt er zelfs. Ja, Hermione. Ja, die hangt er wel, ja. Nou, wat is mijn favoriete film? Hunger Games. Ja. Oh, wat een rassist. Echt simpel, man. Oh, ja, ik heb wel een leuke. Wat is mijn favoriete attractie in Disneyland? En de Big Space Mountain. Goed zo! Ja, ja, yeah! Wat zijn mijn drie, ik ga de drie vragen, wat zijn mijn drie stopwoordjes? Ik heb er nog meer, maar wat zijn er echt drie die ik echt heel veel gebruik? Ik hoor net dat. Ja? girl, you ain't not be kidding me. Ja. En? Damn. Ja, ze, ja ik reken damn, het girl. Goed. Ja, ik reken het goed. Als je je afvraagt van, wat betekent dat van, ik hoor net dat, mijn moeder, die kwam hier mee, en die, dan zeg ik bijvoorbeeld, ja, ik ben morgen vrij. En dan zegt ze, oh, ik hoor net dat Roy morgen vrij is. En ik heb het van haar, en ik ben er helemaal verslaafd aan, en Bo wordt er helemaal gek van. Ja, helemaal gek. Wat is mijn favoriete quote? You never know. Bijna, maar het is iets langer eigenlijk. Just be yourself? Nee.
weet ik niet, want op je muur staat You Ever Know. You omdat een N eraf is gevallen. Nee, die is eraf gehaald. Oh, nou, You Never Know. Nee, wat is dan? Just Be True To Who You Are. Staat zelfs op mijn YouTube banner. En staat er keigroot op. Ja, ik zie het. Ah. Wat is mijn meeste gebruikte app naast WhatsApp en Twitter? Geen Facebook. Gmail. Nee, YouTube. Oh, nee. ik wist dat je die niet wist. Nee. Want YouTube die stond normaal op de iPhone. Ja, maar ook je krijgt heel vaak dingen met Gmail binnen. Mm-hmm. En dan kijk je er meestal gelijk naar. Dus ik dacht eraan. Ja, nee, het helpt niet. Wat vind ik de leukste schoenen soort die er bestaan? Creepers. Flat tops. Flat dingen. Ja, flat form. Nou, doe ik helemaal goed hoor. Mooi. Wat is mijn favoriete snack naar school? Oeh, granappels. Of? Rijstwafels met pindakaas en banaan. Ja! Dat weet ik dat toch allemaal goed? Ja! Hoe laat ga ik op een schooldag meestal slapen? 12 uur. Nee. Of 12:30. Nee. Nou, dat... Ja, een punt. Ja, ik vind het wel een redelijk. Half puntje. Een half punt. Nou, oké. Okay. Wat voor een huisdier wil ik heel graag? Een pug. Dat pug. Is snel. Pug. En wat voor eentje dan? Zo'n beetje beige met een beetje zwart snoetje. Ja. Nou, laat ik dan maar even een vraag voor jou overnemen. Wat is mijn favoriet liedje op dit moment? Atlas van Coldplay. Yeah! Jongens, je mag weten, die heeft zij altijd op replay staan. Altijd? Je wordt er zo gek van. Ja, nou... Het is een mooi lied. Ja. Maar zo vaak. Ja, zo vaak. Ik kan er niet meer leven. Nou jongens, dit was onze Best Friend Challenge. En hopelijk vonden jullie het leuk. Als jullie het leuk vonden, like deze video, abonneer. En wij maken ook samen video's op. Altijd Games, dan maken wij gamesvideo's elke dag. Dus als je dat leuk vindt misschien, ga dan even kijken. Kan je wel even vaker zien, als je hem nog vaker wil zien. Dus weer heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jou op video's in mei. De volgende keer weer. Nee! Dag!